Hallo allemaal, mijn naam is Tom en vandaag is het tijd voor de iMine server. En je kunt zien, er zijn iemand online en let er meteen op. Wat ligt hier allemaal? Oh, allemaal stuff. Oh, lek. Nou, ik leg even uit wat er allemaal is gebeurd de afgelopen tijd. Ook een reden voor weinig videos van de iMine server. Nou, waar ik nu ben, laat ik even zien. Ik ben nu in de buurt, een beetje lek, van de portal. En de portal moet hier ergens zijn. Ja. Even kijken. Ja, die portal is van het Bird Forest. En die wij vorige keer hadden gezien. Hadden we daar een portal gemaakt, kwamen hier terecht. En toen ging ik later nog op wat blazes killen en die chesten leeghalen. Voordat ik ging vertrekken. In de zin van, hier waren nog chesten. En die chesten. Er zaten, oh, niet weer, niet weer, niet nog een keer, niet weer. Dank u wel. Wou ik niet weer, daar leg ik zo wel uit. Even eten. Haha. Flauw. Want ik vond van die chest zulke dingen ook een chest vol met diamonds en 4 zadels. Ik wil hem nog even terughalen. Nou. Balen. En toen ik terugliep om die op te halen. Toen had er een Wither Skeleton een sneak attack op mij. En ik had toen een gegeven moment 2 hartjes over. Dus ik snel rennen. Dat was, by the way, hier. Daar zie je nog een... Oh, nou, dat is een andere boom. Never mind. Dus ik rende hier naartoe. Hier heel snel langs. En hier ging ik dood van het wither effect. En daar zie je die spullen die nu allemaal langzaam die spawnen. Binnen een paar seconden. En wat doet die Blaze? Hallo. Maar ja, daar ging ik dus dood van het wither effect. Dus ik kwam weer terug bij mijn eiland. Weet je, ik ga ondertussen gewoon even teruglopen naar de hub. Maar ja, toen kwam ik dus weer terug bij mijn eiland terecht. En ik zo, shit, verdomme. En eet je, die chest vol met zadels en diamonds. Als ik hem nu snel nog kan vinden, leeg ik hem wel eventjes. Maar anders laat ik het voor wat het nu is. Ja, dus al mijn stuff lag hier, wat ik nu al mijn inventory heb. Dus wat ik snel deed... Ik deed armor aan en ik rende terug naar het castle toe. Alleen, ik was zo slim geweest om de coördinaten niet op te onthouden. Wat ik wel wist, is dat één van de coördinaten 400 was en de andere 800. En dan kun je het nog omdraaien, kun je het nog negatief maken. Dat wist ik helemaal niet zeker. Dus, ja, na een beetje uitvogelen met de richtingen. Nou, ik kwam er een gegeven moment achter dat ik richting het zuiden eerst moet en daarna... richting het westen. Toen ik erachter was gekomen, wist ik wel een beetje wat de coördinaten waren. Dat waren dus deze. Daar ben ik nu in de buurt van, kun je zien. Dus liep ik dus net naartoe. En eindelijk mijn stuff terug. En dat betekent dat we eindelijk weer verder kunnen gaan op het eiland. En dan kan ik eindelijk in mijn file gaan bouwen. Want dat hele avontuur met biomes zoeken is helemaal voor niks geweest. Want alle biomes die we vonden... alleen maar Birds Forest. En dat was toch hartstikke ver weg. En waar is nou een uitgang? Ik heb toch eventjes dat armor mee. Ik neem de gouden mee. Want ik heb... neem ze beide wel even mee. Zadel. Zo. Het hele avontuur voor niks geweest. We hebben hier naartoe gelopen. Even helemaal naar die Birds Forest gelopen. En geen Mega Taiga gevonden. En dan... nog uiteindelijk doodgaan. Kijk, deze chest bedoelde ik. Hier. Zieke inhoud. Wat kan ik missen? Ik kan helemaal niks hiervan missen eigenlijk. Nee, ik laat het zo. Boeit me niks. Ik heb genoeg zadels. Diamonds kun je overal vinden. En waar is die uitgang nou? Maar ja, als het goed is, Tim, a.k.a. Golden Apple Productions, zei tegen mij via Skype dat hij... ergens in de buurt had hij vlak bij mijn eiland ook een Birds Forest gevonden. Dus ik ga daar even naartoe varen straks. En dan ga ik kijken of ik daar een Mega Taiga kan vinden. Die binnen de 4000 blokken vanaf de spawn is. 4000 blokken vanaf de spawn in de overworld. Want ik wil niet te lang een nether tunnel hebben. Want als ik in dat ene aan Birds Forest ging wonen. Die ik vorige keer vond. Wat ik zelf van plan was. Dan zou ik een tunnel moeten maken van 2000 blokken lang in de nether. Oftewel... hele back waar ik nu langs loop. En dat heb ik net zelf gemaakt als indicator dat ik daar langs moet gaan. Ik geef een heel groot en heel debiel een grote D.
Of een Jezuskruis, hoe je het ook wilt zien. Ik zie het gewoon als een T voor. Maar ja, ik ga eventjes weer helemaal teruglopen. En ja, daar is mijn tunneltje. Het is echt een hel om daar helemaal weer terug te lopen. Want je moet continu lava mieren open en zo. En dan is er weer een gas die alles belemmert en zo. Heel irritant. Maar het is me uiteindelijk wel gelukt, kun je zien. Dus ja, ik keer nu eventjes terug naar de Netherhub. Ik ga dan naar mijn eiland toe. Ik ga eventjes alles sorteren, alle nieuwe bloemen en zo. En dan ga ik even kijken of ik in de buurt een mega tiger kan vinden. En anders bouwen we de villa gewoon op mijn eiland. Ik haat het gewoon, hè. Eindelijk ben je bijna terug bij de Netherhub. En dan gebeurt het volgende. Dit. Goedendag, Stuf. Ik haat het gewoon. Grom. Daar gaan al mijn nieuwe bloemen. Daar gaan al mijn tools. En daar gaan nog allemaal andere dingen. Oké. Al mijn fortune tools. Weg. Ik ken nog wel de Silk Torch. Maar ja. Dat betekent voor mij dat ik eventjes weer moet gaan caven. Voor levels. En zo. Of ik ga even naar de NML XP farm. En ik enchant wat stuff. Dat lijkt me nog wel het beste. Maar ja. Ik ben nu al die bloemen kwijt. En dat is echt een van de dingen waar ik meest om baal. Ik was er helemaal toe gegaan vooral om die bloemen. Maar ja. Tot zo. Oké, de eerste enchant. Komt die. Hopelijk meteen de goede. Oh. Dat is een leuk enchant. Ik heb een geenchante pickaxe. Ah, wacht. Is het nog steeds zo? Ik heb een pickaxe. Die het enchant effect heeft, maar geen enchant. What the fuck? Even reloggen. Wat? Oké, dit is echt heel vreemd. Lol. Laat het eventjes met iets anders proberen. Kijk wat nu wel lukt. Even kijken. Even die blokkeren. En level 26 is heel goed voor verder falling. Gewoon 26 is het best voor alles. Naar mijn mening dan. Ik doe echt alles met 26 bijna. Maar pickaxe meester met 30. Ja. Hij geeft gewoon geen enkel enchant weer. Oké. Wacht, als ik nou eventjes update, welke versie zit ik in? Ik zit in B. Oké. Ja, dan moet ik even Jordi vragen. Oké, Jordi antwoordt niet, dus aangezien het enige wat ik nog kan doen, moet ik echt gewoon tools voor hebben. En om dat in een huis te maken, moet ik een goede fortune hebben om überhaupt aan quartz te komen. Dus wat we nu gaan doen, of wat ik nu ga doen, ik ga nu op zoek naar die ene andere biome. Die ene die Tim mij vertelde van Golden Apple Productions. En als ik daar niks vind, dat betekent dat het einde van de episode is. Want ik kan niks anders zonder goede tools. Ik kan geen huis gaan bouwen. Met als ik geen quartz heb. Natuurlijk. Dat is natuurlijk wel logisch. Oh, dit eten. Dus ik ga nu eventjes een stukje varen. Als ik iets vind, ben ik nog terug. Zie ik niks, dan is dit het einde van de episode. Dit ziet er echt ziek uit.
Hier heb je tiger biome. Ah, what the fuck? Dat was vreemd. Maar hier heb je dus een rivier lopen met hier een birds forest en daar een tiger biome. En dit is het gebied dat Tim mij gaf. Hij zei van, wij zijn aan het iets verder doorvaren, dan kom je hieruit. Inderdaad, heel ziek ziet het eruit. Dus misschien wordt dit de toekomstige plek om te wonen. Gewoon de chillste plek is waar ik nu rondloop. Want je hebt hier een meertje. En daar dat en dan die rivier. Wel heel ziek natuurlijk. Zie dat schaap daar. Serieus in de bovenste leaf gespawnd. Wauw. Heb ik nog een chance? Nee, nog steeds geen chance. Wauw. Geniaal. Maar ja, ik denk dat ik mijn beslissing heb gemaakt. We gaan wonen op die plek waar ik net was. Bij die rivier met de taiga zonder sneeuw. En aan de andere kant het birch forest en dan het meertje. En ik ben nu iets verderop. 200 blokken verderop of zo. Het is ongeveer daar. En ik vond daar een plains met heel veel paarden. Dus die gaan we straks allemaal een keer temmen de volgende episode. En dit, dan gaat een deur open en dicht door de wind. Dus moet ik even zo dicht doen. Maar dat is in ieder geval hier. Heel veel paarden. Hier zien we maar 2. Maar daar waren een stuk of 30 meer. Dus ga ik allemaal vangen. Naar naartoe brengen. Allemaal uittesten. Hopelijk staan er hele snelle en hele goede springers tussen. Zodat dat chill zijn. Maar ja. Ik ga tussen deze en de volgende episode alles verhuizen. Ik ga de track helemaal aanleggen. Dus, oftewel, ik moet de track helemaal verlengen. Maar dat lukt me wel. En ik ga wat enchants proberen te krijgen. En wat quartz verzamelen voor het bouwen van een villa. En voor de bouw van de tunnel. Natuurlijk, ik ga hetzelfde design aanhouden. Maar ja, dan zie ik je de volgende keer, denk ik dan maar. Ik ga nog wel heel eventjes verder lopen. In het geval dat ik een mega taiga vind. Want als ik dat nog gewoon vind, dan gaan we daar wonen. Maar de kans acht ik klein. Maar weer een koe daar. Nou, nu een koe, de volgende keer schaap. Maar ja, in ieder geval bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. En als ik geen mega tiger vind, dan is het nu afgelopen.